De Nederlandse overheid werkt aan een belangrijk element in het stelsel van basisregistraties. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het handelsregister staan alle organisaties en rechtspersonen ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. Zo zien overheidsorganisaties met wie ze te maken hebben en of er sprake is van een bijzondere status, zoals een faillissement. Nu gebruiken veel overheidsorganisaties eigen registraties van bedrijven. Per afdeling kunnen de juistheid en actualiteit verschillen. Het handelsregister vervangt deze registraties door één uniform register met meer informatie. Niet alleen over bedrijven, maar ook over vrije beroepsbeoefenaren en overheidsinstellingen. Dit biedt veel voordelen en draagt bij aan een effectieve en dienstverlenende overheid. Bijvoorbeeld, in gemeente X start een sportschool. De eigenaar schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister. Omdat de gemeente een digitale verbinding heeft met het handelsregister, krijgen verschillende afdelingen daarvan een melding. Voor de afdeling vergunning is de melding interessant, omdat de sportschool mogelijk een horecavergunning nodig heeft. De afdeling sport kan de ondernemer dankzij de melding wijzen op subsidiemogelijkheden. En de afdeling WOZ weet dat het pand nu als sportschool wordt gebruikt. Dit kan invloed hebben op de WOZ-waarde. De ondernemer hoeft bij een vergunningaanvraag geen uittreksel uit het handelsregister meer mee te sturen. De gegevens zijn al bekend bij de gemeente. Omdat gemeente X is aangesloten op e-herkenning, kan de ondernemer de vergunning snel en eenvoudig online aanvragen. Het online aanvraagformulier wordt door de gemeente automatisch vooringevuld met de bekende gegevens uit het handelsregister. Het gebruik van het handelsregister zorgt voor minder kosten, minder fouten en administratieve lastenverlichting. Bovendien beschikken overheden dankzij het handelsregister altijd over actuele en betrouwbare basisgegevens. En dat zorgt voor een betere dienstverlening aan bedrijven. Met het aansluiten op het handelsregister geven we verder vorm aan het stelsel van basisregistraties. Dat bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende overheid. Meer weten? Ga naar kvk.nl/aansluiten.